Het gaat beter dan ooit met FC Dordrecht. De club staat al bijna het hele seizoen op de eerste plaats in de Jupiler League. En nu de competitie zijn einde nadert, lonkt het eerste kampioenschap in 20 jaar. De ploeg van Harry van den Ham speelt volgende week tegen de enige overgebleven concurrent, Willem II. Kortom, de kampioenskoorts groeit aan de Kromme Dijk. De belangstelling van de supporters is bijzonder groot. Het is zelfs zo dat een week voordat we naar Willem II gaan, alle bussen al vol zijn. 9 bussen, 500 man. Als u aan het begin van het seizoen iemand tegen u had gezegd, jullie worden kampioen, wat had u dan gezegd? Dat hij van de pot gerukt was. Waarom? Omdat wij de voorgaande jaren als hoogste een zevende plek hebben behaald. En wat begroting betreft dat we een stuk achterlopen bij andere teams. Toch heeft Jan van Nieuwenhoven een verklaring voor het succes van FC Dordrecht. Een combinatie van een uitstekende technische staf. Anderzijds zeer enthousiaste en gemotiveerde spelers die er helemaal voor willen gaan. En dat brengt met zich mee dat het publiek ook enthousiast wordt en alles wil doen om ze te steunen. Als FC Dordrecht kampioen wordt, dan is dat het eerste kampioenschap sinds 1994 en het derde in de clubsgeschiedenis. Dordrecht kan zich dan opmaken voor een volksfeest. Ik denk dat dat wat zal lijken op het feest wat we 20 jaar geleden hadden. Het was een grandioos feest waarbij uiteindelijk op het oude stadhuis de spelers gehuldigd zijn. En in de binnenstad toen daarna feest is geweest. Met een kampioenschap wordt ook promotie naar de eredivisie afgedwongen. Het is altijd maar de vraag of een gepromoveerde club lang stand kan houden in de eredivisie. Ik denk dat op het moment dat je kampioen wordt, dat je sowieso klaar bent voor de Eredivisie. Want dat wil zeggen dat je de beste van de rest bent.